Renault Antwerpen. De auto's van de stad. Ze zeggen dat dat in orde is. Dus, hier zijn toiletten voor de kleuters. Directeur Jan leidt de leerkrachten rond op de werf van Elisabeth. Vanaf 3 september moeten hier 150 kinderen school lopen. Maar er moet nog veel gebeuren. Ja, noem eens op wat er niet moet gebeuren. De toiletten moeten er nog, de toiletten voor de kleutertjes moeten er nog, de schilderwerken moeten nog gebeuren, de deuren moeten er nog in, de omlijsting van de deuren, schilderwerken, vloeren. Eigenlijk moet er nog alles gebeuren. In augustus zijn ze begonnen met het ombouwen van het bedrijvencentrum. Er moesten veel en grote aanpassingen gebeuren om het gebouw geschikt te maken als school. De infrastructuur was een bedrijf met kleine lokaaltjes, met vergaderzaaltjes en zo. We hebben nu terug grote lokalen nodig. En daar zijn we nu ongeveer een maand mee bezig. Want dat vergt enorm veel tijd. Niet alleen qua beheer van het patrimonium, maar ook vooral bestellingen. We moeten een nieuwe school maken. En dat is niet zo gemakkelijk. Dat doet men zo niet op 1, 2, 3. Niet alles zal tiptop zijn, zoveel is duidelijk intussen. Maar volgens de directeur zullen de kinderen wel kunnen starten. We hadden nooit gedacht om hier een kant-en-klare school te krijgen. Als je zo weinig tijd hebt, dat kan gewoonweg niet. Maar ten eerste, het personeel is heel flexibel genoeg. De ouders worden ingelicht dat er natuurlijk nog werk aan de winkel is. En als je op 3 september komt kijken, zal alles nog niet perfect zijn. Maar als je op 3 januari komt kijken, dan ben ik er heilig van overtuigd dat we hier een perfecte school hebben.